on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Fish hier weer en vandaag weer een nieuwe aflevering van Goldfish. En we gaan lekker spelen. Team Deathmatch natuurlijk met de shotgun. Lekker met die shotty. Met die 1887 shotgun. De model natuurlijk. En we gaan kijken of we ergens in gedumpt worden. En dat worden we op de map Dome. En dat is nog niet erg op zich. Ik hoorde dat trouwens wel mensen... Blablabla. Hoor ik nu? Mensen, ja, daar horen ze. Hé, hey, de wedstrijd is afgelopen. Oké, okay. Nou... ja, dat is handig, hè. Welke map gaan we spelen? Jezus, mensen. Het wordt wel vaak mission, trouwens, heb ik het idee met Tyrion. Nou ja, dan gaan we mission spelen. Vergeet niet alvast even natuurlijk een blauw duimpje omhoog te geven. Want dat steunt mij natuurlijk enorm. En we gaan, zo bij jullie terugkomen. Tot zo. Nou, dan ben ik weer in ieder geval. Ja, we gaan in ieder geval dus mission spelen. Je ziet, het host is niet gemigreerd. Dat is wel jammer. Dus dan, dat is natuurlijk altijd een beetje altijd lastig. Maar ja, we gaan het zien. Ja, sommige mensen vragen zich af, Chris, waarom speel je met zo'n klote soort kunnen en zo? Ja, ik vind het juist leuk als je zo'n serie doet als dit, bijvoorbeeld zoals Goldfish. Dat je het allemaal doet met wapens die gewoon echt, eigenlijk waar je nooit mee speelt, zeg maar. Hè? Dus ik heb de A12 gehad, ik heb de AS50 sniper gehad. En nou, de shotgun, hè, de model. En dat zijn toch wel wapens dat je denkt van, nou ja, weet je, daar speel je niet zo vaak mee. En ik vind het gewoon leuk, weet je, om mijn eigen uitdaging te geven. Om lekker te gaan ragen, lekker te gaan klooien, weet ik veel. In ieder geval dat het gewoon, weet je, dat het gewoon in ieder geval leuk is. Dat je gewoon irritaties hebt. Wow, nou, dit is niks met irritatie te maken. Die gasten lopen gewoon niet bij mij door. Oké. Oké, dat moet ik wel even zo doen. Oh nee. Yes. Hey, huh? Ik keek naar beneden. What the fuck? Wat is slecht? Je keek naar beneden of die gast naar beneden daar zat? Wat een stomme, hè? Dat is echt zo'n stomme fout. Maar ja. Een care package, maakt uit. Zeg, een stomme fout is dat. Nou ja. Moet je niet meer doen, Chris. Hé, kom op nou, een beetje lullig. Oh. Dat vind ik natuurlijk ook heel prachtig. Oké, hij is wel dood. Dus dat scheelt weer. Oké, nice. Oké. Okay. Yes, nice. Oh. En. Even kijken. Ja, weer stunt. Nou. Nice, nice, nice. Speel gewoon nog een keer voor de gein. Dus de 2, 3, 4 opstelling, zeg maar. Gewoon de easy way. Is altijd wel leuk. Beetje roulette. En een beetje mazzel hebben met dingen. En ondertussen nog je wapen levelen. Nou, helemaal fantastisch, toch? Is die andere... Nou, pech. We gaan hier met die Overwatch. Hé? Rare... Oh, Blind Eye. Ah, dat is wel slim. Wel slim. Slim, 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 slim. Kut, 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 kut. Ah, oh, vijandelijk. Nee, dat niet. Oké. Okay. Nice. Helemaal los. Ja, dat is wel lastig. Yes. Oh, oh, oh. Ah! Te traag, Chris.
Oh, ik krijg ook elke keer deze map. Word je ook een beetje tureluurd van. Yes. Assist count skill. Telt niet mee. Helaas. What the fuck, man? Gaat trouwens... Waarom staan we nog achter? 16-8. Nou ja. En ik heb nog een Overwatch gehad en zo. En gebeuren. En weet ik veel. IMS. Top om IMS. Dit vind ik nou een heel mooi plekje. Zo. Hup, mooi plekje. Mazzel! Oh my god. Hij zag me daar al. Jezus, enemy UAV is bijna. Kut! Jezus! Hey, ik heb weer een nieuwe streak, jongens. Juist. Even kijken. Nou, we doen nog een potje natuurlijk. We hebben wel gewonnen trouwens. Kan het nou zo irritant zijn? Zo snel ook. Zo snel toch? Hoe lang is dit? Nou, ah, toch 6 minuten, 7 minuten. Zo. Nou. Maar op gevoel ging dat potje weer zo voorbij. Niet zoveel XP denk ik erbij gehaald. Maar ze waren echt lastig om te spelen. Tegen te spelen. Ik ga nou eens weer met specialist spelen. Kijken of dat lukt. Nou, kijk, dan gaan we op map bootleg spelen. Ja, ik wil op bootleg hebben. Jongens, ik zie jullie zo. Tijd heen. En dan ben ik weer hier op de map bootleg. En nou. De host is niet weer gemigreerd, dus dat schiet niet op. Nog steeds een beetje dat ik geen host ben, maar ik heb een goede connectie trouwens. Dus ik moet eigenlijk niet overzeiken. Voor mij is het een beetje hetzelfde team, alleen die Bokes guy is erbij gekomen bij hun. En bij ons ook eentje weggegaan ofzo. Voor mij is het redelijk dezelfde indeling nog. Dus we gaan even kijken waar ze naartoe gaan. Ik denk dat meestal, of ja, ik flank meestal via B dan zeg maar, hè. Dit is dan B. En wat doe ik daar? Ze gaan met z'n vieren trouwens door het midden. En zo. Hey, een daily challenge. This weapon is een daily challenge. Wauw, what the fuck. Sinds wanneer komt het voor dat een model... Ah, kom op nou. Dat een daily challenge is. Dat is wel... Ik speel trouwens nu met Steady Aim natuurlijk. Oh. What the fuck, man? Wat is dat voor aids spawn? Even kijken, hier. Ik leg altijd mijn portemonnee in hier. Oké, nou. 1-4. Ja, ja. Door het midden ga ik gewoon een zekere dood tegemoet. Jezus, mensen. Dat strijker is zo ver! Qua range. En een model niet. 1-5. Uit! Meen je serieus? Oh nee! Oh! Ho, ho. Wat een... Had een mooie kill race achter elkaar. Een paar mooie kills. Hé? Lek. Na. Jezus. Jezus.
Jongen. Jongens, team! Zo, even zeggen. Kijk die score. Ik heb geen slide of hand, Chris! Nou, dan ging ik dood. Ah. En nou ben ik weer te traag. Ik moet veel sneller reageren, Chris. Maar ik heb geen quick draw. Ik heb assassin natuurlijk. What the fuck? Wat? Oh my god. Oh nee. My god. Kijk, hier is niemand. Oké, hier is ook niemand. Daar ook niemand. Overleven, pijn lijden weer eens. Zoals altijd. Range. Hier heb ik geen range, Chris. Kut, hè? Dan denk je van, ik ga een mooie kill daar maken. Dit is een mooie kill. Ik ga gewoon een kill oppakken. Oh. Dat is ook lekker trouwens. Het is ook echt lekker. Jullie merken dat misschien niet als ik het natuurlijk render. Dan zie je die echt niet lag niet zo heel erg. Alleen als ik bijvoorbeeld theater mode zou gebruiken. Dan zie je wel die lag. Maar nu zie je die lag niet. Maar die lag is er wel hoor. Huh? Oh, de wedstrijd al afgelopen. 13-16. Maar een paar deaths waren ook mijn fout, gewoon klaar. Want ik reageer gewoon wel te traag. Maar het was nou ook echt meer lag dan de vorige potje. Zeg nou mooi zo in het begin van het potje. Nou, dat valt gewoon wederlijk. Maar ja. En je moet ook niet altijd lag de schuld geven natuurlijk. Het ligt ook ergens aan jezelf, hè. Maar ja, het is een lastig wapen. Dat wel, natuurlijk. Maar ja, zo dik verliezen. Ja, dat is ook niet lekker natuurlijk. Qua team en zo. Dus dat is ook jammer. Dus serve connection timeout. Nou. Zeg ook wel genoeg, jongens. Hey, ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog natuurlijk. Tot de volgende keer. Bye bye.